Dus aansluiten dat we vooruit gaan. Bal over je heen. Druk houden in de as. En dit is die opbouw. Dit is verdedigen, deze. En dan hier eindig je met de goal. Maar hier zit ook een schakeling naar aanvallen in. En deze ingooi kan er dan ook uit. Want die hebben we in die andere. Ik denk dat ik een meerwaarde ben in het tactisch plan. Dus ik kan antwoorden geven hoe tegenstanders spelen. Ik kan laten zien wat wij wel en niet goed doen. En ik neem een hoop werk weg voor die trainers. Dus tactisch kan ik helpen om te zorgen dat wij het goed overbrengen naar de spelersgroep. En een soort bevestiging krijgen van wat wij aan het doen zijn. Oh, zeker. Op het moment dat jij het groot maakt, kunnen wij voetballen. Op het moment dat Mees het groot maakt, kunnen we voetballen. Op het moment dat jij naar voren gaat en je rijdt Matthias, dan heb je direct een kans. En die ruimte is er wel. 10 jaar alweer zit ik binnen de club. Ik ben begonnen als jeugdtrainer. Dus ik heb natuurlijk een opleiding gedaan en daarin mijn trainingsdiploma's gehaald. Toen ben ik heel lang onderbouwtrainer geweest. En toen ben ik eigenlijk op het moment dat Philip Cocu de onder 19 ging doen, ging ik analyse tegenstander doen. En toen begon ik te merken, ik dacht van als ik analyse tegenstander doe, dan word ik completer in mijn tactisch beeld en kan ik ook een betere trainer worden. Maar toen merkte ik dat het zo goed beviel, dat ik daarna analyses ging doen voor het eerste, dat ik jong PSV ging toen betaald voetbal spelen, de Super League. Dus daar kon ik me mega ontwikkelen. Nou, en tot het punt waar we nu staan. Dus daar zijn we alweer 10 jaar verder. Ja, hier moet je voor. Mees moet het groot maken, Tijn moet ernaast komen. Hier moet je kijken wat je kan voetballen. Dan heb je Matthias of Manu, is vrij. Ja, dit moeten we laten zien. We hebben natuurlijk de wedstrijd tegen NAC gehad, dus dan moeten we de nabespreking voorbereiden. Dus wat ik eigenlijk doe na de wedstrijd is zorgen dat de hele compilatie van het pakket bij alle trainers op de laptop komt te staan. We nemen eigenlijk door welke principes terugkwamen in de voorbespreking van de wedstrijd. En dan gaan we aan de slag richting de volgende. Nou, we hebben natuurlijk afspraken gemaakt wat wij terug willen zien in een wedstrijd. Nou, dan ga ik kijken of we dat wel of niet gedaan hebben. Dus de trainer vraagt aan mij natuurlijk, bepaalde dingen zijn opgevallen, kun jij hier een compilatie van maken? Nou, dan ga ik aan de slag met die compilatie en samen nemen wij die door. Dus dan gaan we kijken van oké, dit is zinvol om aan de spelersgroep te laten zien. En deze was met die ingooi. Dus als Tijn vergroot, Manu, Mees aanpassen, dat je dan zeg maar hier onder die druk vandaan kan spelen. Het beeld ligt niet, dus het staat zwart op wit. Alleen, we moeten de jongens zover krijgen dat zij zo snel kunnen handelen tijdens de wedstrijd om die principes toe te passen, eigenlijk de oplossingen te vinden. Daarom hebben we ook variatie in besprekingen. De ene keer doen we met de hele groep, de andere keer per linie. Assistent-trainers doen het ook wel eens individueel. En dan kunnen spelers hun eigen beelden bekijken. Wat we dan ook hebben is een platform online waar alle beelden opkomen en dat de spelers zelf gaan kijken. En dan krijg ik vragen bijvoorbeeld, staat de wedstrijd al online of wanneer kan ik zitten met een trainer? Dat soort dingen. Je merkt dat de jongens in het begin een beetje terughoudend zijn en denken van ja, beelden. En nu zie je al, we doen het al zoveel jaar binnen de club. Ja, dat ze niet meer weg kunnen denken. Dus insluiten, bal terug, aansluiten. Nu voorste 3 door en als het nodig is back-up-back. De dag voor de wedstrijd bepalen wij het strijdplan natuurlijk. Daar heb ik een eerste opzet van gemaakt. Op de wedstrijddag komen we op de club aan en dan nemen we met de staf zeg maar, mijn concept door. En geeft de trainer aan of er nog aanpassingen nodig zijn. Nou, die aanpassingen die maak ik. En dan laten we die zien aan de spelersgroep. Nou, op het moment dat de spelers dat gezien hebben, dan zorg ik dat alles klaar staat. Dan moet ik natuurlijk alles installeren. Ik heb een cameraman bij die al de wedstrijd opneemt, zodat ik live kan coderen. En na de wedstrijd zorg ik dat ik vragen die de trainer heeft over een wedstrijd, dat ik die aan hem antwoorden kan geven. Dus stel dat hij met jullie een interview krijgt, dan heeft hij al snel gezien van dit is wel voorgekomen, dit niet. Nou, oké, ik kan mijn verhaal gaan doen. Ja, eigenlijk moet dat min vooruit en dan moet je, kijk, Matthias komt vrij. Ja, als hij aan de zijkant is. Ja. Want nou krijg je weer een kans. Ja, deze. Ja. Daar moet Amin zo'n positie kiezen. En dat hij vooruit kan. Dat Matthias komt daar vrij. Wij bereiden heel de week voor op dat ene moment van de wedstrijd. En dan wil je eigenlijk dat dat eruit komt. Dus als ik bij wijze van heel snel mijn nabespreking klaar heb, dat betekent dat we heel veel dingen waarschijnlijk goed hebben gedaan. En hoef ik niet zo te zoeken naar die principes. Dus dan is het heel herkenbaar wat er gebeurt. Nou, en als je dan ook nog iets in de rust laat zien en uiteindelijk pakken wij een resultaat daarmee, ja, dat is een supermooi proces.
Nou, je ziet dit jaar is natuurlijk heel veel veranderd door de coronatijd met Jong PSV qua groep. Dus we moesten heel snel schakelen om jongens principes bij te brengen. En dan is dit van belang. Dan kun je heel snel laten zien op beeld van wat we nou precies bedoelen. Nou, en dan zie je dat jongens dat heel snel oppikken. Oké, dat was hij. Mooi.